Goedemiddag, Paul. Goedemiddag. Eerst en vooral het beste voor 2024 en vooral een goede gezondheid. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Ik zou jullie en iedereen die nu kijkt, zou ik ook een gelukkig nieuwjaar en een gezond en vooral een vredevol jaar willen toewensen. Want we weten niet wat er op ons afkomt. Hè? Dat is waar. Paul, vandaag was u bij Benny's. De zaal ontplofte. Ja, dat was ook de bedoeling. Dat was ook de bedoeling. Gelukkig moest de brandweer niet komen hier. Wat wij graag van u willen weten, wat u het liefst doet. Vandaag stond u tussen het publiek. U staat soms ook op grote podia. Bijvoorbeeld het Kustslagerfestival, dat is dan in Plopsaland. Ja. Wat doet u het liefst van de twee? Goh, ik doe het eigenlijk allemaal graag. Het verschil is natuurlijk als je op een podium staat, zoals in Plopsaland. Ik sta ook in Cursaal Oostende op 18 maart voor Zilverrok. Als je op een groot podium staat, dan heeft dat natuurlijk voldoening als er zoveel volk in de zaal zit. Maar ik heb evenveel voldoening van een optreden zoals in de Benny's of in andere zalen, waar je dan meer persoonlijk contact hebt met de mensen. En ik doe het eigenlijk alle twee even graag, hoor. Van andere artiesten die er vandaag optraden, zoals Kurt Krabbe, David van Dijk, allebei een nieuwe single. Mogen wij ook iets verwachten van Paul Bruna dit jaar? Ja, we zijn bezig. Ik zeg dat ik wel eens een keer, we zijn bezig. Maar ik denk dat het tegen de zomer dat er een nieuwe single zal uitkomen. Maar we hebben zodanig veel optredens dat we altijd op de baan zijn, dat ik heel weinig tijd heb om een nieuw nummer te schrijven, want het wordt sowieso weer een nieuw nummer. Ik heb ook alweer een paar nummers geschreven voor andere mensen. Nu volgende week komt Kan men houden van twee meisjes tegelijk uit. Een nummer dat ik 45 jaar geleden heb opgenomen, maar dat nu opgenomen is door Dave Calbo. Ik heb ook een nieuw nummer geschreven voor Stefano. Er zijn er eigenlijk heel veel nummers dat ik liggen heb, maar niet onmiddellijk iets waarvan dat ik zeg, kijk, dat is iets wat ik zou opnemen. Maar tegen de zomer gaat dat wel lukken. Sinds enkele jaren vinden we ook Paul Bruna in het buitenland. Internationaal, zouden we zeggen. Oh, internationaal zouden we niet durven zeggen. Wij gaan 3 keer per jaar naar Benidorm met fans. Het is te zeggen 2 maal met fans. Dat is van 4 tot 11 mei en van 19 tot 26 oktober. En dan gaan wij nog in